Philippe heeft me dus verteld wat die emir over mij zei en ik kon het gewoon niet geloven. Maar jullie weten hoe ik ben, ik kon het gewoon echt niet laten. Dus ik stuurde hem een berichtje. Toen op een gegeven moment werd hij dus geïrriteerd op Philippe, dus hij zei... Dat ik de gekste dingen meemaak is toch wel heel erg duidelijk. Maar dit, wat er nu is gebeurd, dit is gewoon insane. Een volwassen man probeerde mijn relatie stuk te maken... Alsof ik vreemd ging. Seriously, what the fuck? Een volwassen man genaamd Emir heeft Philippe een berichtje gestuurd via Instagram. Emir vertelde aan Philippe dat hij hem iets moest vertellen over wat ik heb gedaan. Voordat Philippe überhaupt deze chat had geopend, vroeg Philippe eerst aan mij van weet je misschien wie dit is? Herken je deze man? Want hij had maar één foto en dat was zijn profielfoto. En eerlijk gezegd, ik had geen idee en het boeide me ook niet zoveel. Philippe was nieuwsgierig over wat deze man te zeggen had over mij, dus hij ging er voor de grap op in. Hij vroeg natuurlijk eerst aan mij van mag ik erop ingaan? En ik zei tegen hem van doe je ding, I don't care. Dus ondertussen was Philippe al een aantal dagen met deze emir aan het praten. Tot op een dag Philippe ineens voor mijn deur stond. Dus Philippe stond ineens voor mijn deur en ik was best wel verrast. Want normaal gesproken appt hij me van tevoren van hey, ik kom nu naar je toe. Maar dit was gewoon zonder aankondiging of iets. Dus we zitten in mijn kamer en het eerste wat Philippe aan mij vraagt is, moet je me iets vertellen? Ik dacht echt bij mezelf van, huh? Moet ik hem iets vertellen? Verzwijg ik iets? Ik was gewoon echt aan het twijfelen aan mezelf. Nou, natuurlijk kwam er helemaal niks uit, want ik had echt geen idee wat ik hem zou moeten vertellen. Dus ik vraag aan Philippe van, wat zou ik je dan moeten vertellen? Philippe begint over die emir en ik wist al meteen hoe dit zat. Dus ik vroeg aan Philippe, waarom praat je zo lang met die guy? Want dit soort mensen willen juist in je hoofd proberen te kruipen om dingen te zeggen en je anders te laten denken. Maar eerlijk is eerlijk, achteraf dacht ik wel van, ik kon het Philippe niet kwalijk nemen. Dit is voor Philippe namelijk ook niet. Dit is de eerste keer dat hij met iemand gaat die een best wel groot bereik heeft. Hij kon natuurlijk van tevoren niet weten dat dit soort gestoorde mensen ook een deel zijn van mijn job. Om nog eventjes terug te komen op Emir, die dag kwam ik er dus ook achter dat hij dus zo al een tijdje, ik denk al 5 dagen zoiets, met deze Emir had gesproken. En eerlijk gezegd wist ik niet dat Philippe al zo lang met deze man aan het praten was. Philippe heeft me dus verteld wat die Emir over mij zei en ik kon het gewoon niet geloven. Die Emir zei dingen tegen Philippe als, ja, Kelly en ik hebben 2 maanden geleden afgesproken en ik heb haar toen opgehaald via Centraal. Maar ik wist niet dat je een relatie had, bro. Toen zijn we naar mijn huis gegaan en toen hebben we een film gekeken. En toen ging ze aan me zitten en hij ook aan mij of zo. I don't know. Emir, don't get me wrong, maar ik ken je niet. En eerlijk gezegd wist ik voor dit gebeuren niet eens dat je bestond. Ik vond zijn fantasie heel matig, vooral omdat ik weet dat de gemiddelde Turk niet zomaar een meisje mag meenemen naar huis. Begrijp me niet verkeerd, maar ik mag zelf ook geen jongen of zelfs een meisje zomaar meenemen naar huis. Want 1, het is corona en 2, ik ben allochtoon. Dus ik vertelde aan Philippe dat dit verhaal gewoon onzin is. Dus ik zei tegen Philippe dat ik best wel teleurgesteld in hem was, omdat het account gewoon echt nep leek. Dat account volgde bijna geen mensen, had bijna geen volgers en had maar 1 foto en dat was zijn profielfoto. Maar toen zei Philippe, hij heeft de foto gestuurd via DM. En het was echt zo'n foto die je live moet nemen. Dus het is niet zo'n foto die je gewoon kan sturen. En ben jij nou benieuwd hoe deze emir eruit ziet? Moet jullie eventjes naar mijn TikTok gaan. Anyways, dit was niet het enige. Naast al deze leugens die hij aan Philippe heeft verteld, heeft hij ook nog eens een gesprek gefotoshopt tussen mij en hem. En het puntje was dat meneer zogenaamd maar 1 screenshot had tussen mij en hem. Maar ik bedoel van, als we echt zoveel hebben gesproken en als we hebben gemeet en zo, dan hadden we toch wel meer gesprekken, ook via WhatsApp. Maar dat had hij dus niet. Hij zei dus tegen Philippe van ja, ze heeft gesprekken verwijderd en ik ook. We hebben geen gesprekken meer, ik heb maar 1 screenshot. Stop it. Get some help. Dus in die screenshot zegt hij, gaan we negeren. Dus ik zeg zogenaamd, ik wil dat wat wij hebben gedaan in het verleden laten. Het was een fout van mij, maar laat mijn vriend hier buiten. Het is al 2 maanden geleden en nu probeer je zo te doen. Laat me. Girl, sinds wanneer praat ik zo? Niemand praat zo. Ik weet wel 1000% zeker dat ik niet zo praat. En dat ik nog nooit zo'n berichtje naar iemand heb gestuurd. Ik wist dat het gefotoshopt was, dus ik zei meteen tegen Philippe van sinds wanneer praat ik zo, Philippe? En kijk naar die kwaliteit van die screenshot. En ook is het zo dat als een gesprek een tijdje geleden is, dat er een datum hoort te staan en geen tijd. Ik liet Philippe meteen weten dat het nep is. En ik liet hem ook gewoon zien hoe je gesprekken kan faken via Photoshop. Ik bedoel me van, ik kan nu ook gewoon een gesprek laten zien dat 6ix9ine Nederlands praat. Maar dat bestaat niet, want het is gefotoshopt. Ik dacht in eerste instantie, ik ga deze emir gewoon laten. Hij is vast onzeker of hij heeft waarschijnlijk gewoon niks te doen. Dus probeert hij relaties via internet stuk te maken. Maar jullie weten hoe ik ben. Ik kon het gewoon echt niet laten. Dus ik stuurde hem een berichtje. Luister, psychische gestoorde. I don't know your... Ja? Ga mijn vriend niet DM'en dat jij mij zogenaamd hebt opgehaald van CS en je je hand in mijn broek hebt gedaan of whatever. Get the f*** out of my relation, you jealous piece of shit. I don't know you and I don't want to know your...
goodbye. En daarna stuurde ik ze een foto met dit ben jij toch? Ik had echt elk antwoord van deze gast verwacht, maar dit niet. Je poenie stinkt. Hoe kinderachtig ben je? Deze man is volwassen, jongens. Deze man is volwassen. Nadat hij dus zei, je poenie stinkt, was het één grote scheldpartij. Dus dat ga ik niet laten zien. Want er kijken ook jonge kinderen naar mijn video's. Op een gegeven moment had ik hem dus geblokkeerd op dit account. Maar ondertussen stuurde Philippe deze gast ook berichtjes via zijn Instagram. Je bent zielig dat je dit probeerde, man. Gaat ze weer. Ze heeft je ook een bericht gestuurd. Kijk maar even. Denk je ik ga reageren op die bijbel van der? Uiteindelijk heeft hij toch gereageerd, maar goed. Ik ben niet dom, ik weet wat ik zeg. En als je me niet gelooft, mag je in de kontje kruipen. Hoe geobsedeerd ben je met een persoon? Toen op een gegeven moment werd hij dus geïrriteerd op Philippe. Dus hij zei, twee Turken, je bent dood. Wait a minute. Who are you? Dit soort mensen zorgen voor een slechte naam voor alle Turken. Want tegenwoordig hoeft maar bijvoorbeeld één Surinamer iets te doen. En het is meteen alle Surinamers zijn dit en dat. Dus als je gelijk behandeld wilt worden, gedraag je als eerste. I am the one, the way your son don't need a... Maar deze man is volwassen, probeert de relatie stuk te maken via internet. Door een screenshot te faken, dan weet je al dat het niet goed zit. Ai, jij en die hoer. Je moeder is volgens mij hier de hoer. Twee Turken, ik ben dood. Na het gesprek tussen Philippe en Emir heeft Philippe Emir geblokkeerd. Dus je zal nu denken van het is nu klaar, er gebeurt nu niks meer, het is over. But no, dit keer via een ander account. Baby girl, dan moet je die foto er ook wel op laten, hè? Gun me die shout-out. Want ik had die foto namelijk 1 seconde of zo erop gezet en toen had ik het meteen verwijderd. Hoe oud ben jij? Gedraag je man, get a job, get a life. Ben ik zo interessant voor je dat je gaat faken dat wij iets hebben gehad? I don't even know you. Plaats die foto. Hoertje, kom me nog een keer trekken. Ik wacht op het juiste moment. Just wait. En toen had ik hem ook geblokkeerd op dit en toen was hij stil. Tot mijn verbazing. I mean seriously, hoe geobsedeerd ben je? Hij kent mij niet en ik ken hem ook niet. Waarom ben je dan geobsedeerd? Ik snap het niet. Ik heb eerlijk gezegd het idee dat deze man niet helemaal in orde is. Na 3 keer blokkeren was hij er gelukkig wel klaar mee. Maar hoe ziek ben je door een relatie stuk te maken? Beseffen jullie wel dat deze man gewoon volwassen is? En dat hij gewoon echt de moeite heeft gedaan om een gesprek te faken. En het allerergste is nog, kijk, als hij me zou kennen of zo, dan had ik het nog wel deels kunnen begrijpen, omdat hij me misschien haat of er is iets gebeurd of zo. Maar nee, ik ken deze guy niet en hij kent mij ook niet. Ik maak denk ik wel een van de lijpste dingen mee in mijn leven. Ben je nou benieuwd naar nog meer verhalen, moeten jullie eventjes hier al in het i'tje klikken. Vergeet deze video natuurlijk niet te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe video. Ciao!